Donderdagmorgen kwamen twee voertuigen met elkaar in botsing op de Rembrandtlaan in Woerden. Een van de auto's botste tegen een lantaarnpaal. De inzittenden van deze auto zijn te voet gevlucht. Een personenauto draaide vanaf de parkeerplaats de weg op. Van rechts kwam een andere auto met hoge snelheid aangereden. De twee voertuigen kwamen met elkaar in botsing en de auto van rechts raakte door de aanrijding uit koers en botste ook nog hard tegen een lantaarnpaal. De twee inzittenden van deze auto hebben daarop de benen genomen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de botsing en waarom de twee andere betrokkenen vluchtten na het ongeval.